Dag lieve mensen, hartelijk welkom bij Angel Charm & Power. We gaan eens even kijken op vandaag, de 28e. Staan de planeten allemaal rechtstreeks in één lijn? En Mercurius is terug recht gaan lopen. We gaan eens even kijken, wat doet dat voor jou, Divine Feminine? De masker. Is er misschien nog een stukje wat je mag zien? Schaduwwerk of afwijzing of de waarheid zien? Misschien de waarheid zien van jouw zielsmissie. De waarheid zien van de puurheid van jezelf. Kan. En de verandering. Ik heb het gevoel dat je misschien, zo voelt het voor mij, sommigen moeten nog schaduwwerk doen. Daar heb ik gisteren een video over gemaakt wat dat is. Schaduwwerk, afwijzing, kan zijn dat je dat nog voelt. Als je dat niet hebt, dan heb ik het gevoel dat velen ook de zielsmissie in de puurheid gaan brengen, waar je dus nog niet zag waar je iets mocht doen. Dat zie je dus nu. Langzaam begin je die overvloed te zien. Van de poort naar de overvloed en de verandering. En dat je leeft vanuit je hart, dat je dat gaat doen wat jouw hart je ingeeft. Dus sommige Divine Feminines zitten nog in een stukje waar schaduwwerk gedaan moet worden. Misschien met afwijzing, hebben een probleem met afwijzing. En sommige Divine Feminines zitten eigenlijk voor de poort van overvloed. Dus dat is eventjes kijken wat past bij mij. Waar zit ik in? Waar durf ik nog niet te kijken? Waar durf, zie ik de waarheid nog niet? Dat je misschien schaduwwerk nog doen moet. Waar laat ik het zelf nog even lopen? Dus kijk even goed. Wat voel ik bij jou? Wat is er bij jou? Verandering. Dan mag bij jou in ieder geval vooruitgang komen. En leven vanuit je hart. De Divine Masculine. Hij mag zichzelf zien. Hij mag ook de muren afbreken. En er komt een acceptatie van iets vandaag. Vandaag of morgen. Ik heb het gevoel dat vandaag heel veel deuren open gaan. Dat is wat ik hoor in ieder geval. Hij gaat door een spirituele poort. Gaat zijn muren afbreken. Misschien de muren die hij naar jou toe heeft gehad. Van het kon niet, het mocht niet. Dat soort dingen. Hij krijgt een wake-up call. Hij gaat zijn perspectief wijzigen. En gaat bewust worden van wat hij nog niet zag misschien. En nu het gevoel heeft van ja, maar ik kan gewoon vooruit. Soms dan worden, deze moet er nog bij. Hij gaat stappen zetten naar de toekomst. Mag nu ook dingen loslaten. Mag nu oude patronen loslaten, oude overtuigingen van het moet allemaal langzaam en ik kan nog niet. En wie weet wat hij allemaal in zijn hoofd haalt, waarom de dingen nog niet kunnen stromen. Misschien is dat eigenlijk helemaal niet meer relevant en is dat een oud patroon waar hij misschien aan vasthoudt. En dan mag hij zien dat hij nu zichzelf gaat zien en de muren in hemzelf gaat afbreken. We gaan eens even kijken wat er tussen jullie speelt. De onschuld, de eerlijkheid, goed bedoeld en naïef en gemeend. Dus ergens komt er is er de eerlijkheid die mag gezien worden tussen jullie. Want het voelt dat dat voor beide is. De bron, dat je teruggaat naar jezelf, naar jouw kern, naar jouw ziel. Allebei. In eerlijkheid kijken naar jezelf. Waar loop ik nog vast? Waar heb ik nog geen grenzen gesteld? Misschien overgevoelig. Het kan ook zijn dat hij natuurlijk heel erg gevoelig is voor de energieën die er op dit moment zijn. Dan is het belangrijk om je uit dat collectief te halen. Want als je in je kracht staat, als je werkelijk in je kracht staat, heb je daar bijna geen last van. Dan sta je in je kracht en dan is dat zo. En dan wordt dat ook niet omver geholpen door zonnevlammen en weet ik het allemaal wat. Die zonnevlammen zijn eigenlijk ervoor bedoeld, en zeker de energie, om mensen bewust te worden. Om mensen bewust te laten worden, om mensen in hun kracht te zetten, om mensen in hun proces te duwen. Onder andere zijn die daarvoor. Maar als je dat proces al gehad hebt, dan kan het gewoon zijn dat je daar geen last van hebt. Loslaten, hij mag in de overgave gaan, jij ook trouwens, zijn de overgave naar jouw zielsmissie. Je mag het accepteren, wat er is, de groei accepteren, dat er een nieuwe fase staat te gebeuren, dat er een volgende stap gezet wordt. Misschien is dat bij jou op werkvlak, Divine Feminine, en bij de ander
op energetisch vlak dat hij stappen mag zetten naar zichzelf en ook naar jou toe. En dat hij het stukje ronddwalen en zoeken, misschien heeft hij gezocht van ja, maar ik moet een seintje krijgen. Ik moet een seintje krijgen dat ik al kan. Weet je, laat los. Je hoeft geen seintjes te krijgen. Je weet gewoon vanuit je ziel dat het klaar is. En is die bezig met nog een schoonmaak? Maar ja, de frustratie, het tegenslag wat misschien geweest is, laat los. Het helpt je niet vooruit. Het helpt je niet vooruit. Dus een transformerende mannelijke energie. Dus hij is bezig met een transformatie in zichzelf. En ik moet nog 3 kaarten erbij pakken, hoor ik. Nou, het zijn er 4 geworden. Dan hebben we de aarde, praktisch materieel. Dus het mag aards meer gaan. En de zware last afdoen, want het is, en je mag gewoon kiezen voor de tijdlijn waarop het al opgelost is. Hoe simpel kan het zijn? Dan het stukje controle. Misschien wil hij in de controle blijven. Structuur houden. Heeft hij zoiets, ik moet dit eerst en dan kan ik pas dat. Waarom? Waarom kon je niet alles tegelijk? In die zin kun je niet en helen, hè, en vooruit gaan naar je tijdlijn, waar je zijn wil. Kan allemaal. Wees nieuwsgierig. Ga eens speuren, ga eens interesse tonen in een nieuwe manier om dingen neer te zetten. In een nieuwe manier om te groeien. Dat is gewoon heel belangrijk. Sta open voor groei. Sta open voor het anders te kijken, anders te zien. Stel ook grenzen aan je eigen ruimte. Grenzen ook aan de psyche. Want ook dat, dat heb ik ook laatst gedaan. Want een paar maanden terug, of een maand of 2 maanden terug, had ik daar nog redelijk wat last van. En toen heb ik gezegd, nu bepaal ik hoe het gaat. Zelfs kun je controle hebben over je psyche, al zijn kun je dan gewoon zeggen, nee. Dit is niet de tijdlijn die ik wens. Ik wens de tijdlijn waarop dat dan opgelost is. En dan opeens zit je op die tijdlijn waarop je het voelt dat het heel anders is. Dat je kunt dat echt manifesteren. Je kunt dat echt, ja, ik merk het gewoon aan mezelf. Je kunt het echt anders doen. Dromen, nostalgie, herinneringen. Dus ga ook op een andere, zowel jij, Divine Feminine, als de Divine Masculine. Jullie mogen shiften van tijdlijn naar de tijdlijn waarop alles al opgelost is. Ga gewoon op die tijdlijn zitten. En dan komt alles, ja, dan komt alles gewoon naar je toe. Dat is gewoon belangrijk om, ja, de grenzen te stellen, ook aan de psyche. Ik heb dat ook gedaan en het werkt. Memories, alweer de herinneringen. De herinneringen die jullie samen hebben, de herinneringen die, hou ook niet vast aan herinneringen, de kwetsbaarheid. Misschien ben je kwetsbaar door herinneringen die er geweest zijn. Maar het is gewoon, ja, de vuurtoren geeft aan, het is nu opletten geblazen, want het mag anders. Het mag gewoon anders, de union mag komen. De union in jezelf mag komen. Je mag je vrij voelen nu. Ga op de tijdlijn zitten waar je al vrij voelt. En shift je huidige tijdlijn. Laat dat oude stuk los. Shift de tijdlijn. Ga uit je comfortzone. Ga uit die comfortzone waarin je zit. En alles achter je telefoon allemaal doet. Ga in de balans. Ga in de zachtheid naar jezelf. Daar vind je de openheid. Daar vind je de openheid naar jezelf toe. Dus Divine Masculines, doe dat. Divine Feminines, doe dat ook. Want het brengt je alleen maar positiviteit. In plaats van het verleden herhalen met negativiteit. Is nergens voor nodig. We gaan het even verder kijken. Journey to Love. Wat zegt de Journey to Love? De healing. Op dit moment is er een stukje healing van het innerlijke kind. Maar ook healing van schaduwwerk. Want dit is eigenlijk het schaduwwerk wat nu misschien nog gebeurt.
En vooral vergeven. Vergeef jezelf als je zo lang ergens in een situatie hebt gezeten waarin je het. Kijk, en het kan een karmische partner zijn, maar het kan ook een situatie zijn dat jullie dus heel lang geen contact meer hebben gehad. Echt contact bedoel ik, hè? Dus dat je tegenover elkaar zit en met elkaar praat. En vergeef jezelf dat je niet eerder de stappen durfde te zetten. Uit die schaduw, uit dat masker niet eerder durfde af te zetten. Ga jezelf dat vergeven. Als jij dat kunt, als de ander dat kan, naar de ander. Dus als de Divine Masculine dat kan, naar de Divine Feminine of andersom. Dan is er geen, dan is dit helemaal niet nodig. Maar soms projecteer je gewoon die gevoelens van ja, ik heb al zo lang heb ik er niet gesproken of heb ik hem niet gesproken. Hoe zal dat dan gaan? Jo, dan is het gewoon bellen en afspraak maken en that's it. Weet je, dan hoef je niet dan hoeft er geen projectie te komen. Maar dan kan het gewoon. Dan kan het gewoon in een eenheid samenvloeien. En dan kan je gewoon. Dan kun je gewoon. In een commitment aangaan. Durf dat ook te doen. En laat dat derde stuk los. En of dat nou een helingstuk is. En of dat nou een karmische partner is. Het maakt niet uit. Ja, het is een afhankelijkheid. Wat je misschien hebt aan het verleden. Een afhankelijkheid van. Wat er altijd was geweest. Ja, maar dat heb ik zo gedaan. En dat kan ik niet. Allemaal bullshit. Laat het verleden los, daar leef je niet meer, daar ben je niet meer, je leeft in het hier en nu. En het enige wat je kunt doen, is de tijdlijn van de toekomst naar het heden trekken. Alles wat je uit het verleden, waar je nog in blijft hangen, en in het verleden blijft trekken, dat trek je weer naar het heden toe. Dat moet je niet hebben, dat moet je niet willen. En de spirituele connectie is er gewoon. Dus laat het los en communiceer met elkaar. En het heeft vooral de Divine Masculine. Misschien is daar nog een stukje waarom hij het lastig vindt om te communiceren. Misschien mag hij zichzelf nog wat vergeven. Dat hij te lang aan een derde partij is blijven hangen. Het maakt niet uit. Maar als jij dat kunt vergeven, dan wordt het tijd dat die Divine Masculine zich dat ook kan vergeven. Want zolang er geen vergeving is naar jezelf toe, dan gaan er ook, ja, dan zijn de stappen gewoon heel lastig. Dus maak het niet te moeilijk en ga in die transformatie. Ik ga toch nog even de Lunar Mode erbij pakken. Hoe staat de Divine Feminine nou naar de Divine Masculine? Welke energie sta jij naar jouw Divine Masculine? De maan. De roede. De klaverbladen. De dame, de sterren en de oplossing. De tuin, de vertrouwen. Oeps. En de berg was dat? Nou, waar is die gevallen? Nou, hij ligt ergens op de grond. Ik vind hem niet. Nou, het was de berg in ieder geval. Ik kon hem niet vinden zo snel. Ja, dadelijk wel. Oh, wacht. Hier langs de kaarten was hij gevallen. De berg. Dus ik heb het gevoel dat de Divine Feminine zoiets heeft van, hè, werk aan jouw stukjes, want het komt allemaal goed. Het voelt voor mij dat, wat wil jij jouw Divine Masculine zeggen? Ga eraan werken, ga het niet zo moeilijk zien. Los het gewoon op, ga praten. Kom praten en dan lossen we het op. De oplossing, jij hebt de oplossing, jij hebt de duidelijkheid, Divine Feminine, jij weet wat je wil. En je weet ook dat het dan goed komt. En ook als hij dat nog niet voelt, ja, dan mag je dat wel zien. Maar dan mag een communicatie komen en een ontmoeting komen op misschien neutraal terrein. Vanuit een vriendschap. En dat dan de meeste bergen, ja, afzwakken. Dat is misschien nog een punt waar jouw Divine Masculine problemen mee heeft. En dan krijg je het hart.
En liefde wint altijd, zeg ik altijd. Hè? Divine Masculine, wat wil jij vertellen aan jouw Divine Feminine? Hetzelfde. Dus zij is nog bezig met wat op te ruimen. Kan. In zichzelf stabiliteit krijgen, want dat lag hier ook. Hè? Dan de toren. Er komt plotseling gerechtigheid. Plotseling komt er duidelijkheid. Dat is al heel goed. Hij wil je ook zien. En een nieuw hoofdstuk gaan schrijven. Dat is heel belangrijk. Het boek moet geopend worden. Hij wil ook die relatie met jou. En eigenlijk is het een stukje heling van. Het is ook een karmische verbinding. Even niet een karmische verbinding. Het is ook. Het hoort ook zo. Hè? Jullie horen samen te komen. Jullie horen samen te groeien. Dat hele stuk van moeilijke stukken, dat kan gewoon opgelost worden. En dan gaat de zon schijnen. En dat is gewoon belangrijk dat je dat gaat zien. En dan het bezoek. Want de ruiker staat voor een bezoek. Dus ergens wil hij dat ook wel. Maar is dus ook net zoals jij nog een stukje aan het opschonen. Het kan zijn dat hij nog een stukje in zichzelf aan het opschonen is. En de Divine Feminine nog eventjes een stukje in qua werk aan het opschonen. Ha? Dat kan ook. Dus dat jij nog een stukje mag zien qua werk. Dat weet ik niet. Of er nog iets opgeschoond mag worden. Of iets anders gedaan mag worden. Of een onbewuste stukken nog geheel mag worden. Dat kan. Maar het komt allemaal goed. Bij hem ligt de gerechtigheid. Bij jou ligt het geluk. Jij hebt de oplossing eigenlijk in handen om die duidelijkheid te brengen. Hij wil ook eigenlijk jou zien. En ook een nieuw hoofdstuk schrijven. Dat jullie samen opnieuw kunnen beginnen. En ook die relatie. Dan krijg je bij jou ook de ontmoeting. En op een vriendschappelijke manier. En dan is die berg eigenlijk geen berg meer. Maar een hoopje zand. Bij wijze van. En ook. Jullie zijn misschien allebei een beetje van. Ja, hoe gaat dat dan nu? En hoe moet dat nu? En wanneer gebeurt dat? Of wanneer is misschien niet eens de vraag. Maar gewoon. Ja. Dat. Hoe moet het? Nee, nou ja, het is heel simpel. Als je een telefoon hebt, dan bel je of dan stuur je een berichtje. Simpeler kan het niet. Dus er gaat van alles stromen en ik heb het gevoel dat dat of vandaag gaat, er gaat een 180 graden draai komen. Ik voel het gewoon. Ik word gewoon super duizelig nu. Die draai komt er voor heel veel van jullie. En hou er maar rekening mee dat ook mensen in jouw omgeving ook wegvallen die niet meer bij jou passen, die niet meer bij jullie passen. En dat het ook nodig is om de energie zo zuiver mogelijk te houden tussen jullie twee. En dat er geen enkele inmenging is van buitenaf die daar een of andere visie over heeft of gedachten over heeft. Dat mag weg. Ik wil toch nog even die Divine Feminine in de kracht. Wat is eigenlijk de... Je bent veilig, Divine Feminine. Maar ook hij, als hij in zijn Divine Feminine stukje zit, mag in zijn, dan mag ook, hè, laat de engelen je helpen. Dus ook hij mag zich veilig voelen in zichzelf. En heb compassie met je tweelingziel. Ja, dat heb je ook, daar gaat het niet om. Weet je, maar wat ik geleerd heb in ieder geval, is nu dat je dus echt kunt manifesteren en helen tegelijk. Had ik ook nooit gedacht. Ik had altijd vroeger dacht ik altijd, je moet dat eerst allemaal helemaal geheeld hebben. En tuurlijk moet je de karmische lessen als eerste geheeld hebben. Daar gaat het niet om. Maar het mag wel anders. En laat, en voor de Divine Masculine, laat liefde binnen. En ook vertrouw op je innerlijke kompas. Misschien is dat door ervaringen in het verleden zo geweest dat hij zichzelf niet meer vertrouwt. He, dat hij denkt van, ja, vertrouw ik mezelf wel? Heb ik dat vertrouwen in mezelf, in mijn intuïtie, dat dat klopt? Want ik ben al zo veel vaak de fout ingegaan of de mist ingegaan dat ik het niet goed voelde. Let erop. Misschien heb je dat gedaan vanuit een afhankelijkheidsstukje van vroeger. Maakt allemaal niet uit. Laat het los. De kaart, you have the power. Hij heeft de kracht. Divine Feminine, wat willen jullie Divine Masculine zeggen? Ik zal je nooit pijn doen. Kijk, misschien heeft een ander hem pijn gedaan, maar dat is niet, je bent niet diegene, je bent die ander niet. Hè? Open je hart alsjeblieft. Dus dat.
And I'm sorry that I rushed you. Ja, dat heb je misschien in het verleden wel gedaan. Kan. Maar goed. You melt my heart. Je smelt. Ja, mijn hart smelt van jou. En hou me vast en laat me nooit meer los. Even kijken, wat wil jouw divine masculine tegen jou zeggen, divine feminine? Onze passie is echt. En ik stuur je liefde. En ik leer mijn lessen. Hij is dus nog blijkbaar bezig nog met iets te leren. Ik moet het verleden loslaten. Maar ja, ga dan naar die tijdlijn waarop dat al gebeurd is. Dat is heel simpel. Weet je, dat... ik zie tekens over jou. Kijk, en dan krijg ik wel eens de vraag van, ja, maar hoe doe ik dat? Manifesteren. Schrijf op. Ik dank je wel, universum. Ik zal je dan nog maar één ding geven. Schrijf op. Dankjewel, universum. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik op die tijdlijn zit waarop ik het verleden volledig heb losgelaten. En echt mijn droomleven, mijn kers op de taart leven nu al beleef. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nu, en dan schrijf je erbij nu, hè, dat ik dat contact heb met die en die. En dat we samen zijn en dat dat kers op de taart leven is begonnen. Het is zo fantastisch. Ga in die emotie zitten waarop dat ook al is. Doe alsof het er al is. Die Lulu zijn. Gewoon doen alsof het er al is. Die Lulu noemen we dat dan. Doe alsof het er al is. Ga niet meer terug naar het verleden. Ga niet meer met je gedachten terug. Ga niet meer met je emoties terug. Met je energie terug. Nee. Zo snel dat dat weer gebeurt. Als je weer terugvalt naar het verleden. Control all delete. Hopsakee. Die energie shiften naar het heden en vanuit het heden die toekomst, die energie, die tijdlijn naar het heden trekken. Dan ga je heel snel shiften. En dat is gewoon super belangrijk. Dat ga ik je dus ook leren nu in die healing sessie wat ik de komende week ga opnemen voor de nieuwe maan van aanstaande maandag. Dat kun je dan bestellen en dan kun je zo vaak luisteren voor een bepaalde tijd zoals je wil. Maar dan ga ik je dus leren hoe je dus moet shiften. Dan ga ik een activatie maken voor je. Dat kun je dan 10 keer beluisteren en dan schrijf je hem maar op. En dan kun je dat zelf doen. Maar ga naar die tijdlijn waarop alles al opgelost is. Ik heb het nu zo vaak meegemaakt. Ik heb van het weekend heb ik iets gezegd. En de maandag krijg ik dan, dat heb ik van de week ook uitgelegd, al tijdens een video. Maandags krijg ik al bericht, dan is het al gebeurd. Dus hoe snel kun je shiften? Je kunt gewoon supersnel shiften. Ik ben zo dankbaar dat ik Janella gevonden heb. Dat ik daar heel veel cursussen bij heb gedaan. Waardoor ik jullie dat ook nu mee kan geven. Dan, als je zegt van ik hoef daar geen cursussen van. Luister gewoon. Want dat is wat ik ook constant deel. Hoe ik dat doe. Alles is er al. En soms heeft een stukje wat langer nodig. Ja, dat kan. Maar andere dingen kunnen wel in de versnelling gaan. En kun je dus echte dingen sneller shiften. Het hoeft niet meer zo langzaam te gaan als vroeger. Dat is een overtuiging die me misschien... Ik heb die ook gehad. Ik dacht ook van, ja, dat duurt super lang. Want dat heeft iemand tegen me gezegd. Het duurt zo en zo lang. Nee, het is anders. In de energie waar je in zit, als je manifesteert, kan het gewoon in een instant al opgeschoond zijn. Robotic affirming. Benoem het de hele dag. Maar... goed, dat is van een stukje voor de nieuwe maan. Dan gaan we daar mee aan de slag. Maar dit is dus gewoon divine masculine, divine feminine. Jullie kunnen dus heel snel shiften als je weet hoe en als je dat wil. En als jij zegt van ik wil contact met hem, dan moet je niet zeggen. Want dan betekent dat ik wil, dan krijg je alleen maar meer van het willen. Dan is het niet in de realiteit. Dan gebeurt het in de realiteit niet. Zeg gewoon, ik heb al contact met hem, dankjewel. Wat ben ik toch blij en dankbaar dat hij mij opgebeld heeft. Dat hij een afspraak heeft gemaakt. Dat we elkaar deze week gaan zien. Punt. Robotic affirming, de hele dag door. Gebruik die energie vandaag. Gebruik die energie wat er in het universum is, van die planeten.
als je daar nog gevoelig voor bent. Ja, gebruik die energie ten goede. Want je hoeft daar niet heel erg lang zware energie te shit te voelen. Ook dat kun je shiften. En ja, zo werkt dat. En ik ben heel blij dat ik dat nu eindelijk zelf geleerd heb. En natuurlijk zijn sommige dingen nog niet gerealiseerd, maar ik weet wel waar ik naartoe ga. Ik weet wat ik wil en wat ik gemanifesteerd heb. Niet wat ik wil, maar ik weet wat ik gemanifesteerd heb aan van allerlei dingen. En dat gaat ook gebeuren. En dat stroomt ook. En het is al een stroom. Ik ben er ook dankbaar en blij voor. Dat ik me goed voel. Dat ik eindelijk eens me goed voel in bepaalde stukken, vooral met de psyche. En dat heb ik dus vorige maand echt gezegd van, en nu is het afgelopen. Ik kies voor die tijdlijn waarop ik daar geen last meer van heb. Waarop ik dus echt vrij ben van de psyche. Die tijdlijn heb ik vorige maand, ik word me er gewoon nu op dit moment bewust van. Ik heb dat inderdaad vorige maand gezegd tegen een vriendin. Ik zeg, nu is het afgelopen, ik ben het zat. Ik zeg, nu heb ik gewoon, vanaf nu zit ik op die tijdlijn waarop mijn psyche stil is, waarop ik volledig vanuit mijn zijn kan werken en kan doen wat ik wens. En alles stroomt gewoon. En als ik dan terugkijk, ja, dan is dat inderdaad gebeurd. Dus ik heb het gewoon gemanifesteerd. En zo kun je alles manifesteren wat je wil. Het is aan jou wat jij uitzendt, dat komt bij je terug. Dus dat is gewoon ja, fantastisch. Je kunt dus uitzenden dat alles er al is. Dat jouw Divine Masculine er al is. Dat die al geheeld is. En dat het al klaar is. En dat die zoiets heeft dat hij niet kan wachten om je te zien. Etcetera, etcetera, etcetera. Manifesteren, dames en heren. Dus doe je best. Doe je ding. En ik ga verder met mijn dingetjes neerzetten. Wat ik wil qua werk. En dus dat. En heel veel succes met alles. Mocht je hulp nodig hebben bij dat stukje, dan weet je me te vinden. En daar is dat nieuwe consult Manifesting Power Call is daar geschikt voor. Dan kan ik je helpen bij die manifestaties. Dat je vooral geen enkele negatieve manifestatie neerzet. Ja? Doei doei en fijne dag.